Dirk-Jan van Putten, terug uit Marokko. Ja, Dirk-Jan, wat heb je daar gedaan? Een mountainbike-reis begeleid van anderhalve week. Oké, okay, is dat een hobby naast jouw beroep of is het inmiddels jouw beroep geworden? Nou, eigenlijk is het begonnen met een hobby, maar ik doe het nog steeds hobbymatig. Twee keer per jaar een reis voor Transatlas Bike in Marokko. En hoeveel mensen gaan er dan mee in zo'n groep? Dit was de Long Way South, een route die we net nieuw uitgezet hadden. En ik had daar 7 klanten mee. En we hebben ruim 640 kilometer gefietst in Marokko. Ben je nog in Marrakesh geweest? Hoe kom je daar dan in? Zit je in een heel andere hoek? Nee, we vertrekken eigenlijk altijd uit Marrakesh. En we zijn nu helemaal doorgefietst tot in de Sahara. Tot eigenlijk voorbij waar het asfalt ophoudt. Ja, jij hebt dus het andere Marokko gezien zoals wij het vaak kennen. Ja, geweldig. Ja, vandaag even terug naar de actualiteit. Tweede etappe. Dirk-Jan van Putten zit in de kopgroep. Dan ga je inventariseren en dan denk je, wanneer kies jij het moment? Helemaal aan het einde, want er zijn de jonge knapen uitgespeeld. En dan, dan heb je op de lange afstanden met mijn marathonachtergrond wat meer power over. En ik moet eerlijk zeggen, ik zat de hele tijd op het elastiek. Ik moest er ook een paar keer echt eventjes flink aan rammelen om er weer bij te komen. Maar toen ik helemaal overnam hier en ik hoorde twee rondes nog, toen dacht ik, nou, ik zal eens één keer een beetje rammelen. En dat deed ik hierachter op het hobbelveldje. En daar kwam ik eigenlijk weg. En toen dacht ik van ja, dit moet je niet meer laten liggen. Dus toen ben ik gegaan. Zijn dat toch die Marokkaanse kilometers die je in de benen hebt die het zo goed doen hier? Ja, dat speelt zeker mee. Die kilometers die gemaakt zijn, die maken toch wel dat je wat meer duurafstand en meer aan het einde ook dat tempo kunt blijven volhouden. Gaan we de hele winter hier zien, Dirk-Jan? Volgende week mag ik onder andere met de andere mannen ook de Veluwse wintercompetitie organiseren. En ik ga de competitie hier ook wel meerijden. Het is toch een leuk spel geworden weer met wat nieuwe deelnemers ook. Wat grote deelnemersveld. Zoals afgelopen woensdag ook was het was toch wel een pittige wedstrijd en leuke opkomst. Dus ik hoop dat het komende winter zo mag blijven groeien. Ja, vooruitkijkend, Veluwse wintercompetitie. Ga je daar ook voor klassement? Dat is wel de bedoeling. Ik heb me gewoon ingeschreven voor alle wedstrijden. Dus we gaan daar lekker weer voor rijden. Maar zaterdag ligt voor mij toch wel een klein beetje de nadruk anders. Omdat ik onder andere ook help in de organisatie van het geheel. Dus daar zit ook wat tijd en energie in. Oké, Dirk-Jan, bedankt en heel veel succes in deze competitie. Nog heel veel succes met die mooie Marokkaanse reizen natuurlijk. Ja, dat gaan we goed komen. April is de volgende. Oké, bedankt Dirk-Jan van Putten.